Stoppen. Dus het is ook een belang van die boeren die, uh, uh, die buiten hun schuld geen vergunning hebben, dat die ook zo snel mogelijk een vergunning krijgen. Dus ook op dat punt is er een belang. Om zo snel mogelijk uh, die vrijwillige uitkoop te gaan starten. Dus als de provincies 1 juli niet leveren. dan zal het, 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 het Rijk. Wij, hadden, wij, wij zijn van mening als bouw in Nederland. dat al lang uh, de nationale overheid. die stappen had moeten zetten. versnelde uitkoop van piekbelasters. Want je kunt het leuk vinden of niet leuk vinden. Maar uh, we zullen allemaal een dak boven ons hoofd uh, willen hebben. We zullen wat moeten doen met de energietransitie. Uh, er moeten dus vergunningen komen voor, voor de aanleg van, uh, van de kabels, uh, van, de, van het nieuwe net, wat je nodig hebt. We zullen van A naar B moeten blijven gaan. He, we, we hadden de laatste 1100 kilometer file. Ja, Daar kunnen we zeggen: ja, we doen er niks aan. Uh, uh, we kunnen ook uh, uh, uiteindelijk welke politieke keuze je ook maakt, iedereen wil een dak boven zijn hoofd, en iedereen wil van A naar B, en iedereen wil dat er elektriciteit uit het stopcontact komt. Maar betekent dat dan uh, dat u bang bent voor verdere vertraging gezien deze verkiezingsuitslag? Nou ja, ik ben uh, bang uiteraard voor, voor vertraging, omdat je dan uh, de problemen waar wij een, een oplossing als bouw voor kunnen bieden, dat, die, uh, dat we die niet kunnen bieden. Dus je, daarom zeg ik van doe nou gewoon datgene wat je in ieder geval kunt doen en waarvan je in wezen ook, ook bij een BBB, namelijk die vrijwillige uitkoop, dat je daar uh, ook uh, steun voor hebt. Ja. Maar goed, dan is er nog steeds de stok achter de deur waar die provincies ook mee te maken kunnen krijgen. En dat zal een onderdeel kunnen zijn van die coalitieonderhandelingen daar. Sterker nog, nee, dat, zal, dat... Dat, zal het, dat zal het per definitie zijn. Ja, maar dat, dat is dan op een gegeven moment een politieke keuze die, die, die gemaakt moet worden. Daar ja. zal toch een landelijke overheid iets mee moeten doen. Wat ik zeg is, uh, wil je. Nu voortgang kunnen maken met de bouw en de infra. Hè, zowel wat betreft de, de energieinfrastructuur als de, 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 de gewone weginfrastructuur. Dan zul je iets moeten doen met betrekking tot, tot de stikstofproblematiek. En begin dan in ieder geval met de vrijwillige uitkoop. Dat kan altijd. Juist. Overigens...